Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor Amor en vandaag is het tweede kerstdag. Als je dit kijkt, misschien is het wel derde kerstdag. Dat bestaat toch niet? Nee, dat bestaat ook niet. Maar het ligt eraan wanneer je het kijkt en voor jou is het misschien wel vierde kerstdag. Noem maar op, misschien is het wel 25e kerstdag. Het kan allemaal vandaag. Wij gaan vandaag op pad met deze drie auto's gekozen door moi, oftewel mij, als je geen Frans spreekt, want ik spreek perfect Frans zoals je hoorde. De Touran 2016, oud en vertrouwd. De Tesla Model S, elektrisch. En de, hoe heet dat ding, Hyundai Kona hybride, elektrisch, non-e-mulse, ja dat. We moeten toch een beetje aan milieu denken, daar komt het eigenlijk op neer. Met kerstmuts op en de eerste melding hebben we al binnen. Een verdachte persoon bij een bank en Inamine Mutteteam. We gaan beginnen met Touran. We gaan de straat dus op en we gaan er een hele leuke tweede kerstdag special van maken. En ik kan jullie zeggen, jullie hebben geluk. En ik heb geluk, want waarom hebben wij allemaal geluk? LSP die valt deze niet meer. En ik dacht, ja, potnonders, nu gaan we het krijgen. Waarom doet hij het niet? We hadden de Audi moeten pakken. Nee. Ja, en ik dacht van, ja, potnonders, of de B-klas. Nee, potnonders, jullie kunnen het toch niet menen dat hij het niet doet. Dus ik alles opnieuw geïnstalleerd. Mooie Omida trouwens. We gaan even gebruik maken van de vrijstelling. Rechtsvrij, linksvrij, allesvrij, want we hebben groen. Dus ik werd helemaal koekwous. En ik denk van dit is niet mogelijk, hè. Ja. Zoals u ziet heb ik voorrang nodig, meneer. En die kreeg ik van de beste meneer. En ja, toen dacht ik, oké. GTA of LSP de Farm nu installeren. Nee, trouwens, eerst deed GTA het helemaal niet. Uiteindelijk heb ik dat gisteravond. Oftewel, ja, voor jullie is dat 23 december. Heb ik dat echt om 1 uur s'nachts, dus eigenlijk vannacht moet ik zeggen, nog zitten fixen. Uiteindelijk deed hij het. Toen dacht ik, nu ga ik lekker slapen en kijk ik morgen wel verder. Toen start ik GTA op, crashte LSPD FR. Ik denk, hoe kan dat nou? Want hij deed het de laatste keer dat ik LSPD FR speelde. Was weliswaar een maand terug of zo, maar hij deed het wel. Dus ik dacht, nu wordt het helemaal mooi. Dus ik heb uiteindelijk alles opnieuw geïnstalleerd, net zojuist. Ik heb nog super veel te doen, het is kerstavond. Ik wil nog gaan sporten. Ik moet om 4 uur ergens naartoe. Ik heb geen idee hoe laat het nu is, maar het is in ieder geval al richting 4 uur aan het gaan. Ik heb nog een video gerenderd samen met Joris. Die was gisteren te zien. Echt shout-out aan Joris. Ik vond het echt super leuk. Dus Joris, als je dit kijkt, nogmaals bedankt. En dat gaan we zeker vaker doen. Ja, dus dat allemaal. En ja, hij doet het. Laten we het daarop houden. Dus ik heb ook meteen LSPD van 0.4.6. Ik zat geloof ik op 0.4.3. Maar omdat hij dus niet deed, heb ik maar meteen 0.4.6 geïnstalleerd. Jolo toch? Waarom rijd ik zo als de route rechtdoor ging? Waarom rijd ik nu alsnog niet naar rechts? Omdat dit een rechte lijn is en dat vindt mijn OCD leuker. Zullen we het daarbij houden? We zijn dus soepel door het verkeer aan het rijden. Tot nu toe heeft niemand echt last van ons. Misschien die rode auto net. Want we hebben vrijstelling. Misschien had die auto een beetje last van ons. En dat mogen wij dus. Dan mogen wij dus door rood en ja, ons lekker door het verkeer heen banen. Of hoe zeg je dat? We zijn ter plaatse. En we hadden dus hier een melding van een verdacht persoon. Die staat zo te zien binnen. Dus we gaan eens kijken met het kerstmutsje op. Het is geen overvalalarm of iets, dus daar... oh, is dit een suspect? Nee, die staat binnen toch? Denk ik. Hier zo. Goedendag mevrouw, meneer. Wie is... ik zie het echt niet. Ik zie het echt niet. Ik denk dat ik een mevrouw voor me heb. Goeiedag. Hey, blijf eens even... Kom maar zien. Oh, vuurwapen. Laat de wapen vallen, laat vallen. Oh shit, gaat helemaal koekwous. Laat vallen! Waarom schiet hij zo vaak? Laat vallen! Kom op, staan blijven. Pannenkoek. Ja, rustig. Nee, rustig. Oeh, dat wapen moet je eigenlijk niet zomaar laten vallen. Op knie blijven zitten. Geen rare dingen doen. Staan blijven. Vuurwapen veilig stellen. Vuurwapen veilig gesteld. Waarom is dat stipje terug? Oké, jij bent aangehouden. You ain't never getting out of prison. Dat was even spannend. Lekker Wim. Lekker krachtig doen. Pats, boem, bam, ze noemen dat. Wat gingen we doen? Ja.
kan ik nog praten met deze beste mevrouw, meneer? Ik weet het echt niet. Genderneutrale persoon, mens. Uiteindelijk wilt u niet als mens worden aangesproken. Het boeit me allemaal niks. Ik ga... Oh, ik kan... Nee, kut, nu heb ik transportje gevraagd. Hoe deed ik dat ook weer? Backup? Ik kon toch een female... Oh, dat kon hierbij, geloof ik. Female unit. Maar hij... De het persoon iets wordt meegenomen door mijn collega. Dus fouilleren doen ze binnenkort. Neem jij het mee. Ja, oké. Nee, wat, ja, dus je kan een collega op laten roepen om te gaan fouilleren. In dit, ja, het was een vrouw, denk ik, hè. In dit geval dus een vrouwelijke collega had ik kunnen vragen. Maar ik was daar iets te laat mee toen ik erachter kwam. En ja, ik schoot meteen. YOLO, toch? Ik heb eigenlijk al te vaak YOLO gezegd. Dat woord is echt al uit 2000... Wat is dit? Denk je juli? 2014, 15, 16... Ik weet het niet meer. Wat ik wel weet is dat we lekker doorgaan. En we gaan niet te lang wachten. We gaan gewoon eens die X op indrukken. Nee. Nee. Dat is voor de gamer. En dat is niet voor ons. Trouwens, als jullie nou nog heel even snel, als je nog geen GTA hebt en je wilt GTA en je denkt van ik wil GTA, hè, want daar gaat het om, dan kun je naar mijn Discord gaan, link in de beschrijving, en dan kun je nog snel meedoen met een giveaway. Die staat in hashtag mededelingen. En daar worden twee winnaars gekozen die alle twee een GTA key krijgen. Ik kan jullie verzekeren, en dat we... Wacht even. Huh? Wordt mijn fiets hier nou gestolen? Ik hoor iets heel raars. Nee, maar niks uit. Als je wordt gestolen, dan is het een kerstcadeautje voor iemand die op kerstavond een fiets wil jatten. Ik hoor echt iets. Nee, maar niks uit. Zolang ik niet word overvallen, is het helemaal goed. Ja, we hebben laatst al een GTA key giveaway gedaan. Daar zijn maar liefst 5 winnaars uitgekozen. Wow, hebben die alle 5 GTA key van jullie gekregen? Nee, maar die hadden wel alle 4 hadden ze GTA. Want ze hadden gewoon op mijn Discord. Dus de winnaars, die, hè, er kwam een winnaar uit. Vervolgens, zit je nou vast? Wat doe je nou? Vervolgens gaan wij kijken. En zien we gewoon dat die persoon al in mijn Discord had nagevraagd van hey, hoe installeer je LSPFR? Kan iemand het voor mij doen? Dit, dat, zus, zo. Jij bent dronken, geloof ik. Dus ja, dat lijkt me wel, totdat duidelijk is dat iemand dan GTA heeft. De volgende winnaar, die was op dat moment dat hij te horen kreeg dat hij won, was die 5M aan het spelen. Nou, dan heb je ook GTA. En de winnaar daarna, ja, ook hetzelfde. Die had ook wat vragen van hoe installeer je dit, dat. Goeiedag. En uiteindelijk kwamen we erachter tot één persoon die, waar we niks van konden vinden. Maar wel het vermoeden ook hadden. Want hij had op andere Discords gevraagd van hè, hoe installeer je 5M en zo. Dus dat lijkt me ook tegen een GTA. Maar goed, we hadden niet echt een vermoeden. Dus uiteindelijk hebben we maar hem de key gegeven. Ik heb trouwens nooit meer gehoord een dankjewel of zo, meen ik, aan mijn hoofd. Maar goed, de conclusie is, heb je geen GTA, kun je meedoen met de giveaway. Heb je wel GTA, komen we er waarschijnlijk wel achter. Dus, het zou, ja, ik vind het ontzettend triest als je mee gaat doen met een giveaway voor een key van een spel wat je dus al hebt. Om vervolgens die key te krijgen, ja, wat doe je er dan mee? Ja, het is voor iemand anders. Dan laat die persoon zelf meedoen, denk ik dan maar zo. Ik wil trouwens nog even jouw gegevens hebben. Ja, ik weet niet wat je allemaal aan het doen, maar ik ga een... Nou, jij wordt sowieso gezocht. Dus, ik ga nog even drugstest afnemen en dan ga je met mij mee naar het bureau. Want je moet mee, of niet met mij, maar je gaat wel mee naar het bureau.
wel positief op drugs, dus je mag even omdraaien, hand op de rug, want jij bent aangehouden. Prio 1 auto-ongeval. Ja, dankjewel. Je blokkeert echt perfect. Oh, dat was mis. Melding is loos. Denk ik, want we zien niks meer. Zijn we terug, want we waren niemand nodig bij die drugsdealers. Dan krijg je hier dan weer een melding van een verkeersongeval. Daar dan. Ah ja, oh. Wat is dit? Be advised, caller is Hannah Maals. Alsof dit echt een hele gevaarlijke caller is of zo. Even kijken, stop traffic. Zo. Dag dames, goeiedag schotel. Hallo, wat is er allemaal aan de hand? Kan ik iets? Ik kan niet met ze praten. Ik kan alleen dit doen. Zitten er nog personen in de voertuigen? Zo te zien hier niet en bij die andere ook niet. Dus wij gaan het een en ander even met ze regelen. Ik ga eerst eens even kijken. We gaan gewoon stap voor stap alles doen. Dat is 1. Even kenteken controleren. Misschien is er eentje gestolen of zo. We weten het allemaal niet. Daar is niks meer aan de hand. Met deze heb ik geen kenteken, maar als ik ervoor sta toch wel. Ja, oké, dan ga ik even de dames uit elkaar halen. En niet omdat ze zijn aan het ruzien, maar gewoon zodat ik even met beiden kan praten. Dan kan ik even uw identiteitsbewijs vragen. Oh, staan blijven, kom op, staan blijven. OC achtervolging. Kom op, staan blijven, ga je toch niet binnen. Even normaal doen. Kom op, staan blijven. Ik hoek je echt neer, hè? Ook al is het kerst. Zo. Stoppen nou. Kom op, je bent aangehouden, vriend. Vriendin, bedoel ik, iets. Wat ga je nou kruipen? Waarom kan ik dat niet? Waarom kan ik... Ja, oké. Oh, god. Is die andere dame er nog? Die is weggegaan of niet? Ah, nee, die staat er nog. Oké. Neem haar maar mee. Ik weet niet wat ze heeft, maar ze verzet zich in ieder geval bij arrestatie. Dag, mevrouw. U blijft wel netjes staan. Ja, dankjewel hoor. En eens even kijken. U heeft een vergunning voor vuurwapens. Heeft u ook een vuurwapen bij? Dat gaan we wel even... Nou, in ieder geval... Hè, die andere dame. Wat gebeurt er? Er gaat iets gebeuren. Nee. Wim kan helemaal niks meer. Echt niks meer. Dan doen we het even zo. Oh, dat is nog iets te ver weg. Dan doen we eens even... Of te dichtbij bedoel ik. Zo, en dan zo, en dan zo. En dan kunnen we weer iets. Nee, toch niet. Hij doet nog steeds gewoon lopen naar... Zoals jullie misschien horen ben ik alle knoppen aan het indrukken, maar hij doet niet veel. Dus dan laten we maar gewoon even zijn gang gaan. Ik denk, ik drukte op de E en dan maak je meestal een achterdeur open van een voertuig. En dat gaat nu wat moeilijk met een voertuig wat op de kop staat. We hebben weer controle. Jonge dame. Even naar de stoep meekomen. Dan kunnen we wat meer.
Nou, twee voertuigen dus niet gestolen. Ik weet eerlijk gezegd niet van wie welk voertuig is. Moeten we dat even heel goed gaan terugkijken. En dat kunnen we in het echt natuurlijk gewoon vragen. Ik ga je nog even laten blazen. Ja, gewoon. Boom is blazen. Thanks. Die is 0 drugstest. Ik zie ook geen reden tot ze drugs heeft gebruikt. Maar ja, je weet het nooit, hè. Allemaal negatief. De gegevens heb ik. Dus zij kan haar weg vervolgen. Ja. We kunnen even zo aangeven doen op het bureau als het bekend is hoe alles is ontstaan. Misschien was zij het zelf wel schuld hier, die dame. Maar dan komen we dan snel genoeg achter. Dat mogen ze eerder op het bureau gaan uitzoeken. Ik ga het verkeer weer vrijgeven. En dat betekent dat alles op mijn afkomst gereden zo meteen. De takenwagens gaan de voertuigen wegtakelen. En ik ga er weer van tussen. Een motorrijder in de sneeuw. Ik vind het zeer onrealistisch. Blijkbaar heel veel mensen niet. Want als we ook gaan kijken bij de roleplay reality. De surveillance is om 19:30 s'avonds. Zitten nog steeds heel veel mensen op de motor. Zowel bij de BOA, want die hebben ook motors blijkbaar, als bij de politie. Ja, ik vind het onrealistisch, maar goed, wie ben ik? Als we kijken naar reality, is het niet echt reality, maar hè? Of zeggen jullie van wel een motor, zo'n zware BMW motor van de politie, kan gewoon in de sneeuw. Met deze sneeuw, zoals jullie hier bij mij ook zien. Ja, ik vind van niet, maar goed, wie ben ik? Zal ik maar zeggen. Ja, laat ze melding doen. Met de Touran. Nou, ik krijg een prio 1. Nou, we even afstand van de auto kan geen kant op. Hier kunnen we er wel langs. Dus schade aan materialen. Prio 1. Mogelijk dat er dus gevochten wordt. Dat het op dit moment is. Dat iemand gewoon een oké, duidelijk, dat is de caller. Ik had de vorige keer bij deze melding dat het de suspect was, maar het is nu de caller. Ja, het kan dus zijn dat iemand gewoon een auto volledig in elkaar is aan het tikken, een voordeur in is aan het trappen, noem maar op. Ja, dan krijg je al snel dat het wel een wordt opgeschaald als een prio 1. Sirene gaat uit om eventueel heterdaad te kunnen behouden. Als jij hier rijdt met sirenes en alles aan, dan lijkt het mij dat jij als boefje daarachter iets verderop die sirene zeker al hoort en niet denkt, oh, laat ik nog verder gaan met alles wat ik ben aan het doen. Mijn eerste melder zoeken, die staat hier zo te zien. Volgt hier een eerste als je een bericht voor alle wagens? Nee, wacht. White male, red hair, wearing a light jacket and blue jeans. Ja. Oh, daar. Hij staat ook echt gewoon aan me te zwaaien. Want het gaat waarschijnlijk over... Ah nee. Die meneer daar? Ik weet niet. Goeiedag, Wim, politie. Heeft u gebeld, meneer? Die groep daar is bezig met het vernielen van dat. Oké. Hoeveel personen heb je gezien? Ik denk dat ze met z'n twee waren. Oké, ik ga even met ze praten, dankjewel. Heb jij trouwens nog voor mij wat gegevens? Ik pak ze zo, ze zijn nog bezig, zie ik. Dan heb ik die alvast. Ja, duidelijk. Ik zet ze even snel in het meersysteem. Stel, hij loopt er nu dadelijk ineens vandoor, dan hebben we in ieder geval zijn gegevens. Het lijkt hem geen moer te interesseren. Hier staat niemand. Ja, daar stond net iemand, hè, daarbij.
Hier staat ook niemand. Ik denk dat die persoon... Oh daar, kijk eens aan. Die moeten we ook even in de gaten houden. Goeiedag schotel, even stoppen. Hallo. Wat ben je hier aan het doen, jongen? Graffiti, ja, graffiti hier plaatsen. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Goed, ik wil even van jou een ID zien. Dit is natuurlijk niet toegestaan, dit is vernieling. En ook nog op hete daar, want je gaat gewoon verder. Er zijn met z'n tweeën zo te zien, ik weet niet of je die persoon daarachter kent. De meeste boefjes zullen zeggen van niet. Of juist wel, ik weet het eigenlijk niet, ik ben geen boefje. Dit is gewoon vernieling en ik heb ze betrapt, dus dit is gewoon aanhouding lijkt mij. Of ja, je kunt ze gewoon aanhouden. Dus dat ga ik ook doen, je gaat niet op mij sprayen, vriend, kom op. Omdraaien, nee, niet sprayen. Hij gaat zich verzetten, let op. Kom op. Nee, wat doe je nou? Dit ziet er heel raar uit, meneer. Oh ja, nog raarder. Oké, luister eens. Ik ga je fouilleren. Ik hou die mevrouw daarachter nog steeds in de gaten. Ik heb hem gevraagd of hij dingen bij heeft die hij niet bij mag hebben. Dat heeft hij niet. Je blijft hier staan. In het echt was een van de twee al lang weggerend. Oh, dat is weer... Oh, oh, oh. Ja, dat is ook vernieling. Hou me maar aan. Goedendag. Hallo. Wat ben je hier aan het doen? Gewoon hier aan het rondhangen. Je hebt graffiti in je handen en ik zag je duidelijk dat je bezig was. Het is... Ja, hoe zit het dan met die graffiti? Ja, dat is niet voor mij. Waar heb je het dan vast, jongen? Dame. Ik wilde jongen zeggen, maar ik zei jonge dame. Oké, heb je de dingen bij die je bij mag hebben? Ik wil van jou graag een identiteitsbewijs zien. Oké. Luister eens. Jij bent aangehouden. En jij gaat... Oh, wacht even. Oh, daarom... Ja, oké. Ultimate Backup doet het niet. Tenzij ik een nieuwe versie installeer. Moet onthouden, linksonder staat het. Dus voor deze video geen Ultimate Backup. Oké, ja, luister, jij bent aangehouden. Dus ik moet jou fouilleren. Ik vermoed niet echt dat ze een bezoeker of zo uit de broek gaat halen. Maar ja, je weet het nooit met GTA. Voor jou vast transportje. En dan. Nou, even snel fouilleren. Nee, niks bij. Oké. Transportje komt er zo aan. Onze Touran staat er heel mooi geparkeerd. En wij gaan door met de Tesla. Wij zijn er weer. En wij zijn even in deze. Oh, we zijn een beetje vies. In dit gebied gaan rijden, want hier kwamen best veel meldingen. Toen dacht ik, weet je wat, en dat heb ik al eerder gezegd, laten we eens hier naartoe gaan. Nu hebben we een melding gekregen van een mogelijk gezocht persoon die hier zich zou optrekken of zoiets. Dus we gaan gewoon eens kijken. Als we nou echt hier iemand aantreffen en in de woning, dan moeten we eigenlijk wel een soort van huiszoekingsbevel hebben, meen ik. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Ja, maar... Als we nou weten dat hier iemand is die gevaarlijk is... Dan moeten we hier niet alleen gaan staan, wil ik zeggen. Even schuilen, Wim. Nee, dit gaat fout. Dit gaat fout, dit gaat fout. Kom maar, kom ons. Assisteren. Daar kwam nog meer kamar. Vuurlijnen, collega's, vuurlijnen. Waar is ze? Het is terug naar binnen, hè? Oh, daar.
ja. We gaan gewoon naar binnen met z'n allen. Nog meer personen in de woning, maak jezelf bekend. Het is de kerstman. Het is prank, het is Wim. En dan komen jullie allemaal arresteren. Boven checken, niemand. Daar niemand. Hallo, niemand. Nee. Zal ik niemand meer zijn hier? Nou, hier hadden we net gekeken. Hier ook niemand. Ik vind het goed, ik geloof het helemaal. Oh, we zijn de trap kwijt. Oh, oh. Goed, dan kunnen we weer verder. Pak onze Tesla en gaan kijken wat hier verder in. Oké. Oh, dat is alsnog 8 kilometer. Nou, dat is weer aan. Wauw. Oké, nou. Gaan we daarheen? Rijd ik nou over een konijntje heen? Nee. Mooi. We hadden eerst dus. Continu als we hier rijden krijgen we meldingen hier. En nu rijden we hier en nu krijgen we meldingen hier. En nu worden hier dus verdachten gezocht. Gaan we daarheen? Het is wel ver weg, maar ja, nee. Nee, we gaan er niet heen. We gaan even kijken. Mogelijke stalker. Die rijdt hier ergens. Of die houdt zich hier bezig in de Sandy Shores. Dus daar gaan we wel even heen. Met onze Tesla. En die rijdt wel lekker. Oh. Oh. Tesla autopilot moet ingrijpen. Wat staan we hier nou stil? Hij is niet zo snel als een Tesla. Als ik nu volle gas geef zou ik eigenlijk weg willen zijn. Maar dat zijn we niet. Maar dat maakt niet uit. Mogelijke stalker dus, en stalken is niet toegestaan en het kan best creepy zijn als je iemand hebt die jou continu achtervolgt, die continu is waar jij bent en die ook soms misschien wel voor jouw raam staat te kijken naar binnen als jij het niet door hebt. Gaan we hard tegen optreden. Ik weet niet of op dit moment een heterdaad is of dat het gewoon een melding is van hey luister. Die man, ik ben nu achter, erachter waar hij woont en hij stalkt mij al continu, dus kun je hem arresteren ofzo. Of het is op dit moment iemand die dus echt wordt gestalkt en nu de paniek, in paniek de politie heeft gebeld. Hey. Derde jaar, stap wie. Staan blijven. Wat heeft hij? Wat heeft hij? Hij heeft een mes of iets, hè? Hij heeft een mes. Oké. Verder dan dit gaan wij ook niet. Staan blijven in de naam der wet. Het is Wim. En ik heb een taser. Wat? Hij was hier. Ja, zeg dat. The fuck? Hij was hier toch net? Hij rent hier overheen en ineens is hij weg kan Lusu. Ja, wat een onzin. Hij is gewoon gedespawned. We hadden hem wel. We hadden hem makkelijk. Maar omdat ik hem uit het zicht verloor ofzo. Hij was niet te ver uit mijn... uit mijn cirkel, zeg maar. Dat kan niet. Ik heb blauw nog aan, daarom stoppen deze auto's heel netjes voor mij. Dankjewel. Weer een stalker. Kijken of we nu wel kunnen pakken. Misschien is het dezelfde man. Dat hij terug is gekomen, daar gaan we gewoon vanuit. Hallo meneer, jij bent het hè? Herb located in pursuit.
Ja jongen, hoe makkelijk gaan niet dood? Krijg je niet eens over je heen, grap. Nou goed, hij is dood, alles eind goed, al goed voor de mevrouw die werd gestalkt. Dit zijn allemaal meldingen bij het vliegveld. Nou, nu zijn we weer in de stad. En nu gaan we wel zoeken naar die twee die worden gezocht. Dus we gaan eens kijken wat daar op ons af gaat komen. Ik weet het allemaal echt niet wat allemaal gaande is. We gaan gewoon een beetje van hop naar her. En ik ben ook eerlijk met jullie. Gewoon als de game crasht, waar we inspawnen, gaan we weer verder. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Jongen, jongen, jongen. Zo, ter plaatse. These gringos don't know what work is. For sure. Goeiedag. Hallo. Kan ik praten met jou? Nee, oké. Okay. Enough of this. Kijken of ik met de andere collega kan praten. Hallo. Nee, oké. Okay. Kan ik ergens achterkomen wie we zoeken of zo? Investigate the area. Ik weet niet wie we zoeken. Twee personen denk ik dan. Jij bent het niet. Jij bent het ook niet. En gewoon kijken waar we iemand aantreffen die hier niet hoort. Oh. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Shit, hij loopt op straat dan. Hij steelt een auto, hij steelt een auto. Staan blijven! Staan blijven! Pak hem hond! Ben je een politiehond? Nee, je bent geen politiehond. Staan blijven, kom op! Kom op! Er zijn meerdere collega's achter hem aan. Kom op, pak hem even jongens met die toeran. Kom op, rij even langs me jongens. Wat doen jullie nou allemaal jongen, jongen, jongen. Ja, Wim gaat dood hierdoor. Ik moet eigenlijk ook weer de hele weg terug, hè. Eerst de beste fiets die ik tegenkom vorderen, ik, want anders ga ik dood. Ja, daar gaat Wim. Wim kan niet meer. Is er hier een fiets of zo? Ja, de Zulu of zo. Als hij mag vliegen met het weer, dan gaat het sneller door. Pak hem, pak hem. Ja, lekker knijf. Lekker getaserd. Opstaan. Op knieën. Liggen. Oké. Okay. Collega's aanhouden. Zulu vliegt erboven. Ja. Oh, een shotgun. Oké, okay, maar was er maar één? Zo te zien was er maar één verdachte. Ik ga echt niet terugrennen of wat dan ook. Ik ga gewoon lekker teleporteren terug. Hij was dus hier. Alleen. Ik dacht meerdere suspects. Maar zo te zien is er eentje aangehouden en de rest is opgelost. Dus dat is mooi.
Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Nou ja, we gaan even hier kijken. We've got security details requiring assistance. Security guard. Een vraag om assistentie. Dus een beveiliger vraagt om wat hulp van de politie. Dat kan. En nou, waar zijn wij voor? Wie is de security guard? Die staat daar. En de verdachte zal wel deze man zijn. Goedendag, hallo. Hallo, een soort van collega. Bedankt voor het komen, zegt de beveiliger. Ja. Ik ben hier beveiliger en ik zag wat bewegingen of ja, rare dingen op de beveiligingscamera's. Toen ik hier voor onderzoek kwam doen, toen spotte ik deze meneer, die was zich aan het verstoppen. We hebben hier dus waardevolle spullen liggen die ik moet bewaken, zegt hij. Op dit moment hebben we niks aangetroffen bij die verdachte, begrijp ik dat goed? Ik laat, oh, hij heeft hem nog niet gefouilleerd, denk ik. Goed, dankjewel. Hallo, goeiedag meneer. Hallo. Hij zei, agent, alsjeblieft, deze man die praat bullshit. Dat zijn verhaal klopt sowieso niet. Ik ga je nu vertellen wat is gebeurd. Nou, vertel. Ik ben hier gewoon een beetje het lokaal gebied aan het bekijken. Ik ben aan het bedenken om hier naartoe te verhuizen. Een mooiere plek, je weet het wel. Wacht even. Blijf even staan. Hey, je gaat er niet zomaar achter en wat denk jij dan wel hier? Hey, hey. Hey. Uitstappen, kom. Uitstappen, luister eens. Ik wil graag van jou een idee hebben. Wim is boos nu, hè? Wim is boos nu. Uit 2000, je gaat hier een eigen huis kopen of wat, je gek. Luister eens even. Jij bent op dit moment even staande gehouden. We gaan even uitzoeken wat hier allemaal los is. Jij wordt hier dus blijkbaar gezien. Ja, ik geloof even het woord van mijn collega. Nee, ik hoef die deur niet open te maken. Ik ga je wel even fouilleren of je dingen hebt die van binnen zijn gekomen of die niet bij jou horen. Ik heb zijn gegevens dus, hij wordt verder niet gezocht of iets, staat niks raars in het systeem, zag ik zo snel staan. Dus als hij niks bij zich heeft... Een bag of... Hij heeft een zak juwelen bij. Ja, kan ik nog met hem praten? Oké, blijf je staan en je gaat niet zomaar een raampje intikken en helemaal niet achterin stappen. Ik denk dat ik niet aan hem kan vragen. Nee. Goed, ik weet niet wat ze hier beveiligen, wat hij hier beveiligt. Ik weet dus ook niet of dat juwelen zijn. Ik kan niet vragen of die juwelen van hem zijn. En ik kan verder helemaal niks. Dus ik ga jou meenemen. Hè? Ze moeten maar even fictief, hoe we dat noemen, op het bureau uitzoeken van wie de juwelen zijn. En zo. Ja, dus ik ga een transportje vragen. Niet dat. En ga ik deze melding afhandelen. De gek tikt hij gewoon mijn raampje in, joh. Hij zegt van, ik ben een beetje verdwaald, breng me alsjeblieft naar huis. En hij loopt naar mijn auto. Hij wilde achterin instappen. Hij zegt van, breng me naar huis. Deur is op slot, tik je raampje in. En dan gaat het zitten, joh, de gek. Backspace to spawn immediately. Dat is wat ik wil. We have a possible 503 in, stolen zeilboot. Beach. Op het strand nog wel. Oh, oh, dat is zo'n gestolen zeilboot. Oké. Okay. That's another biscuit. Je past daar nooit onderdoor, vriend. Dat past niet. Ja, lekker neef.
Lekker staan. Waar is hij nou? Oh, hij zit er wel in. Goedendag, schotel. U bent aangehouden voor het verstelen van een voertuig. Zowel te land als op zee. Staan blijven. Kom op. Taser aan info. Wat vinden jullie van mijn nieuwe straattaalgebruik? Stoppen. Oké. Okay. Nou ja, goed opgelost vind ik zo. Ik zag dat dit... Oh, dat was ook niet helemaal. Hij wilde nat surrender. Dus dat is mooi. Vanilla LSPD for arrest function. Nog nooit van gehoord. Jullie wel? We laten die vrachtwagen zo staan. Ik denk als ik dit ga wegslepen, dat het helemaal fout gaat. En dan kunnen wij door. En dan gaan we naar de laatste melding met de Tesla. En dan gaan we daarna nog even heel snel met die Kona. En niet om het allemaal af te raffelen. Maar ik moet het wel allemaal afraffelen. En waarom? Omdat ik... ja, het is eerste kerstdag nu. Moet eens even nadenken. En ik ga zo meteen lekker gourmetten. Heerlijk zin in. Maar ik moet ook nog deze video afmaken. Editen. Noem maar op. Het was gisteren voor mij dus kerstavond. Toen had ik met de Touran opgenomen. En toen moest ik ook alweer door. Want ik moest nog sporten zoals jullie in deze video al hebben gehoord. Dus nu moet ik weer meteen verder met dit. En vandaag. En weinig tijd. En toen kwamen ook nog, of ja, eigenlijk heb ik dat zelf veroorzaakt. Vroeg ik een paar vrienden van mij, kom met z'n allen Call of Duty spelen. Ja, toen gingen we Call of Duty spelen. Toen stopten we niet meer. Dus het was al heel snel 16:30. En ja, ik had eigenlijk afgesproken om om 17:00 te beginnen met de gourmet. En het is al bijna 16:30. Of het is al bijna 16:45. We gaan nu even razendsnel, want dat kan deze Tesla wel. Hé, dat rijmt. Gaan we langer? Nee, ik weet geen rijmpjes meer. Naar een, hoe heet dat ding? Pinautomaat, want daar staat iemand die verdachte omstandigheden zit te vertonen of zoiets. Je weet zelf. In ieder geval verdachte omstandigheden om rondom een pinautomaat. En dat is niet verboden. Je kunt denk ik niet zo snel een pinautomaat bestelen. Je kunt wel iemand die is aan het pinnen bestelen. Je kunt ook niet zo snel een ramkraak overdag plegen voordat iemand heeft gebeld. Voor hetzelfde is hij wel een ramkraak aan het voorbereiden en daarom hebben ze gebeld. Oh, daar hebben we niet over nagedacht. Maar we zijn er al bijna. Nou ja, dat is... ja. Pinautomaten is een hot item in het nieuws. Hè. Er worden toch wel 's nachts heel veel ramkraken opgepleegd. Nu is laatst ook, en dat vond ik echt een heel triest verhaal, een meneer die gewoon, ik meen, net met pensioen was. Gewoon neergestoken en overleden. Ja, dat is toch ontzettend triest en dat vind ik echt heel erg. Wij gaan met deze meneer praten, want dit is de witness. Hallo meneer, kunnen jullie mij vertellen wat is gebeurd? Ja, oké. Okay. Ik, ja. Hoe zag hij eruit? Was blackmail, ja, daar hebben we niet veel aan, maar goed. Ja, blackmail, dankjewel. Weet je waar hij naartoe is gegaan? Weet je of hij wapens had? Mogelijk een vuurwapen, oké. Okay. Heb je iets meer informatie over het ja, okay. En het ANPR systeem? Nee, nog even van u een ID. Even snel vriend, kom op. Ja, dan doe ik het wel op deze manier. Ja, dan staan we altijd safe. Dan hebben we in ieder geval zijn gegevens. Pet check. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We hebben zicht op het voertuig blijkbaar. Wij gaan meteen die kant op. Die is verlopen. Doet er iets aan. Ik weet niet wat voor een voertuig ik moet checken. Ik weet echt niet. Ik denk dat het deze sedan is die achter op de Smart staat geparkeerd. Want uit mijn, met mijn scherpe blik zie ik dat daar een blackmail in zit. En als je het vertaalt naar Nederlands is het een zwarte man en dat is redelijk raar woordgebruik. Maar in Amerika is dat denk ik wel normaal. Vraagteken.
We gaan even iets riskants doen misschien. Ja, dat was hem toch. Gaat hij er vandoor? Hij gaat er vandoor. Hè. Ja, hij gaat er vandoor. Ja. Uitzij achtervolging, voertuig. Mogelijk vuurwapen, gevaarlijk. Graag de Zulu deze kant op, maar ik heb het gevoel dat mijn game gaat crashen. Ik heb gewoon zo'n gevoel. Linksaf, 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 recht op collega's, af met de Touran. Linksaf, linksaf, linksaf. Oh ja, gaat keigoed. Zulu is er bijna bij. Linksaf, linksaf, hij weet wel wat rijden is hoor. Crash, 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 rijdt verder. De Zulu vliegt erboven. Mochten we hem kwijtraken, dan hebben we in ieder geval een Zulu die er achteraan kan blijven vliegen. Moet ik zeggen, zo'n Tesla moet zo'n voertuig makkelijk bijhouden, maar hij is natuurlijk best snel. Wow, shit. Hij doet een brake check op ons. Zo snel mogelijk een einde aan maken. Oh, dat staat al. Dat is zeer gevaarlijk. Nooit pitten waar voetgangers lopen. Oh, oh. Ja, wij pakken gewoon de stoep. Oh, ja. Collega's, ram even volop. Niet op... Oh god, de collega's. Oh shit. Zulu vliegt er wel nog bij. Hoge snelheden, OC, hoge snelheden. In een berggebied. Het is hier ook nog een beetje glad. Zeer gevaarlijk, maar we doen het gewoon. We gaan rechts, nee links, oh, hij is goed jongen. Ja lekker collega's, jullie staan in de fik niffo's. We raken de verdachte kwijt. Ik kan nog collega's bijvragen, of we raken hem kwijt of we hebben toch niks meer te verliezen zeg maar. Ja, ze komen op de collega, of hij rijdt op de collega's af. Hopelijk doen ze ook iets gaan. De collega's rijden van hem weg. Dat is Kamar. Ja wat? Wat gebeurt er? Ik heb hem nog in het zicht hoor. What the... Het voertuig crasht, zwaar beschadigd, maar rijdt gewoon verder. Het kan niet lang goed gaan zo. Zulu vliegt nog steeds boven ons en de Kamar collega's zijn er ook bij. En off-road. What? Dit is denk ik een van de best rijdende
verdachte die ik tot nu toe heb gehad. Hij rijdt echt wel goed. Ook al is het computer. Maar hij rijdt toch goed. In het echt. Deze achtervolging, hoe lang die nu al duurt. Met vol gas geven, continu remmen, is die batterij al lang leeg van die Tesla. Ja. We gaan de snelweg op, dat is helemaal niet gunstig. En ik wilde de video snel, of de Tesla snel afronden. Ja, dat gaat nu helemaal niet meer goed komen. Nu ben ik er helemaal klaar mee. Nu ga je stoppen. Waarom gaat die auto niet kapot, dat die gewoon kapot gaat? Lekker neef, lekker, 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 lekker. Pak hem, pak hem, pak hem. Ja. Hou rekening mee dat het nog steeds een vuurwapengevaarlijke verdachte is. Uitstappen, handen omhoog. Bij verdachte bewegingen wordt er geschoten. Niemand verder in het voertuig. Ik heb het gespot. Eenmaal aanhouding. Backup needed for a suspect placed under arrest in Chumash. Copy, that's a code 2 on our way. Roger. Ain't cool to walk in the folks. Nou, ik zou nog met hem kunnen spreken, maar dat wilt u nu niet. Nee. Wat gaat er nou weer gebeuren? Iemand rij alsjeblieft even Wim aan, want ik kan niks. Nou, weet je wat? Wij gaan hier alles een beetje opruimen en eerst zorgen dat ik weer kan lopen, want ik kan niks. En dan zie ik jullie meteen door met de Hyundai. Tot zo. De Hyundai opgehaald in de stad en we gaan door naar... Nee, daar niet. Dan gaan we even die X in rammen. Nee, ook niet. Allemaal vliegveld. Person being attacked by the wild animal op de snelweg. Leuk, leuk, leuk. Altijd leuk. Karren. We gaan echt even meldingen rammen. Ja, dus sorry daarvoor. Niet op de snelweg trouwens, maar wel hier in de buurt. Sorry ervoor als jullie nu zoiets hebben van ja, kom op man. Wat zit je nou allemaal snel te doen? Dat maakt de video misschien ook niet leuker. Wat is dat? Oh, een aapje! Oh, hij is dood! Nou. Rip, aapje, monkey, aapje. Nou ja, weet je, alleen het feit, nu moet ik even goed zeggen, alleen het feit dat ik misschien even niet Call of Duty had moeten spelen, maar had moeten opnemen, dat ligt aan mij. De rest kon ik allemaal niks aan doen. Jullie kunnen wel zeggen, nou ja, waarschijnlijk geeft niemand commentaar op, hè, maar stel voor die mensen die nu commentaar gaan in gedachten hadden. GTA deed het niet. Daarna deed LSP Divar niet. Uiteindelijk had ik dat gefixt en had ik pas op kerstavond de tijd. Nou, ik had ook nog andere dingen op de planning staan. Dus deze video komt mede online op tweede kerstdag. Doordat ik echt even de tijd die ik hiervoor heb nuttig heb gebruikt, zeg maar. Dus we gaan nu gewoon nog even door. 12-01-13, 12-01-13. En dan hebben we in ieder geval een video. We have a traffic alert on Conquistador Street for narcotics in transit.
drugsrunners rijden hier over de boulevard, over een voetgangersgebied. Zie ik. Dat mag niet. Maar goed, drugs verkopen en zo mag ook niet. Ah shit, ze gaan het fietspad op. Ze hebben mij mogelijk gezien. Nou, ze knallen ergens op. Kan ik hier overheen? Eigenlijk niet, maar we doen het toch. Hier staat een prostituee. 12-01-13, 12-01-13. Ja, ja. Goedendag, even blijven staan. Kijk uit voor uw eigen veiligheid. Dit gaat fout, ja, dat weet je natuurlijk ook wel. Hij kunt geen kant op, hè. Duurt lang, kom op. Hold A to use microphone en megaphone. Ja, dat werkt niet. Ik kan het zo lang ingedrukt houden als ik wil. Maar ze raken alleen maar opgefokt ervan. Maar goed, we stappen gewoon uit en we gaan ze zo aanspreken. Nee, stoppen. Iemand gaat een wapen trekken. Beide gaan rennen. Oké, okay. Is de achtervolging. Ik kom maar weer door met de Zulu en alles. Ik ga achter de bestuurder aan, die is het belangrijkste. Staan blijven, ik heb een taser en ik ben niet bang om hem te gebruiken. Liggen blijven. Nog C1201 of wat zijn we? De andere rent over het strand, betreft een mevrouw, wit gekleed, Chinees uiterlijk. Eenmaal AT. Ik ga je snel fouilleren. We kunnen toch niet zo snel achter die andere mevrouw aan. Zulu, ik wil uit dat je achter die andere aangaat. Mijn auto is weg. Oké, okay. Ja goed. Transportje. Op knieën zitten en blijven zitten. Even kijken of ik hier... Ah nee, niks is weg. Voertuig laat ik vast wegslepen, dan kunnen ze dat uitgebreid gaan onderzoeken of hier drugs en zo in zitten. Alles even backuppen. Dan kunnen wij wel nog achter die vrouw aan. Voertuig weggesleept. Verdachte zit hier nog steeds. Nou, achter ingedrukt houden. Transport is er, transport neemt die meneer mee. Dan gaan wij eens kijken bij onze beste mevrouw. Oh. Die rent nog steeds. Ja, ik vind het beeld niet fijn, ze ziet niks. Er is sneeuw, hè? Ik denk dat ik hier wel overheen kan rijden. Jonge dame, stop eens. Hoi. Maar daarna maak je jezelf alleen maar moe. Een beetje tikken. Ja, nee. Nog een beetje aantikken. Hoppakee. Aangehouden. Nee, ik heb hier geen zin in. Ze rent steeds verder weg. Nee. Moet ik weer dadelijk dat hele strand overrennen. Oh my god, ik ben scheel. Zo. Stop right there! LSPD! Nou, die stem hebben we nog eerder gehoord bij Wim. Ook jij bent aangehouden. Ik ga die mevrouw ook meteen fouilleren, want ik kan niks anders even. Ik kan nog geen vrouwelijke eenheid... kijk, hier is de trucks.
Ja, ik heb iets gevonden, namelijk deze. Dus het was best belangrijk dat we deze man... Is niet Chinees, ofwel, nee, niet Chinees. Ik zei Chinees. Dus het is belangrijk dat we die vrouw niet kwijt waren geraakt, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Kijk, ze werden nog dingen bij heeft. En dat heeft zij zeker. Cocaine, yes. En dan moeten we geloof ik op de nul om naar de courthouse of zoiets te gaan. Ja, dit is de bestuurder. Taseringen politie. Ben ik getaserd? Ik dus niet. Ben ik getaserd? Ja, misschien toen hij wegreed. Ja. Hij is, ja, ik snap wel wat er zo. Hij, als ik dus een perfecte traffic stop had gedaan, dan was ik dus getased geweest op het moment dat ik bij het raam stond. Oké, goed. Wij gaan door. Als we weer terug spannen. Nou, we zijn weer terug. We zijn uit de rechtszaak gekomen. Jullie hebben allemaal de uitzicht daarvan kunnen zien. En we gaan nu overdag weer ineens, het kan allemaal, joh, verder naar een ongeval met letsel, mogelijk ook beknelling. Van een vrachtwagen. Zitten we een beetje vast, dus dat is even wachten. Ik ben benieuwd wat we daar gaan aantreffen. Dat is de achterkant van een vrachtwagen, dat is niet zo mooi. Het is in de verte al te zien. Het verkeer moet wel gaan remmen nu. Ja, staan we stil met z'n allen. Heel goed. En stoppen. Oh, ze rijden tegen de vrachtwagen aan. Dat is niet zo mooi. Hier ligt er eentje, Nokkie. Goeiedag. Hallo. Iedereen oké? Wat is er gebeurd? Is iedereen oké? Oké. Nou, wat ze zeggen. Wij zijn oké, maar de bestuurder die heeft hulp nodig. Bestuurder van de vrachtwagen denk ik. We reden gewoon naar huis en ineens vloog die om. Het lijkt me niet zomaar ineens. Goed, we gaan meteen een... We've got medical aid requested in Tatavia Mountain. Respond code 3. Even kijken of hier nog iemand in zit. Hier niemand in. Hier ook niemand in. Respond code
zit vol gas te geven, ik kan niet tegen uitstappen. Normaal doen. Ambulance, kom maar langs. Hallo. Nee, oh niet hem. Je moet hem hier hebben, zeg maar. Ik zou graag willen weten wie de bestuurder van die auto dan is. Daar komen we waarschijnlijk niet achter, dus ik ga maar even of je deze weg zou doen. Verlopen rijbewijs, heb je wel een probleempje natuurlijk. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 85XG India Golf 3-2. No 1099. Ik heb er ook niet iemand liggen, mensen. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6-4 Uniform India Zulu 986. No 1099. Oké, die twee voertuigen zijn oké. Okay. Zit hier nog iemand in? Het is gewoon gestopt voor dat geval. It's not looking good! Haha, daar is die. Hij leeft. That was depressing. Hij staat niet echt stevig op zijn schoenen. Ik neem toch aan dat hij met Almi mee moet. We gaan in ieder geval met Almi mee. Dan weliswaar fictief, maar dan laten we hem gewoon, hè, bij deze is hij achterin gestapt. Ik kan niet echt achterhalen wie in het voertuig heeft gezeten. Ik kan er niet achter komen als ik met mijn goede verstand even luister of hè, al, nou, ik moet anders zeggen, als ik vertrouw in de mensheid, is zijn rijbewijs verlopen en rijdt zij dus. Had ik haar trouwens gecontroleerd, weet ik niet meer zeker. Nee, trouwens weet ik niet. Dus laten we daarvan uitgaan tot zij helemaal in orde is en tot zij dus heeft gereden, mag zij wel nog even blazen. De bestuurder moet maar even door bloeduitslagen uit het ziekenhuis nog erachter komen of de alcohol of drugs of zo in het bloed zat. Ze heeft al iets gedronken, maar niet te veel. Dus dat mag, hè? Geloof ik 0 punt. Ja, wel positief op cannabis. Dan hebben we wel een probleempje. En dan gaat ze maar even mee. Stel, ze is niet de bestuurder. Dan... ja, ik meen, als niemand wil zeggen wie de bestuurder is, tot we iedereen maar gewoon even allemaal straffen, zeg maar. Net zoals dat hier nu tussen hun drie een mes ligt. En ik vraag van wie is dat mes? Dan zeggen ze alle drie, nou niet van mij. En het is wel duidelijk dat een van drie dat mes had. Dan worden ze gewoon alle drie aangehouden voor verboden wapenbezit. Uit mijn hoofd. Dus jij gaat naar het ziekenhuis en wij gaan hier twee takelwagens vragen. Opgelost. Die zetten we op slowdown traffic, dus dat ze iets langzamer gaan rijden. Zo, ik vind het goed. Het verkeer rijdt weer. Wij gaan nog even terug richting stad. En dan gaan we de laatste melding pakken.
Hoe langzaam wil je rijden? 20 km per uur? Ah, kijk er aan. Z. We've got a disturbance in Grande Sonora Desert. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Stolen bicycle. Security details requiring assistance on Capitol Boulevard. Nice. Oh. Hij stopte op de snelweg. Ik weet niet wat mijn plan is. Ja, alles staat stil. Achteruit. We kwamen hem tegemoet gereden. Of hij reed langs ons, moet ik beter zeggen. Ja, dus dat is tegemoet rijden. En hij stopt en hij doet geloof ik zijn handen omhoog. Maar ja, dat is natuurlijk niet handig op de rijbaan hier. En hij is ook al aangereden. Lekker man. Ja, we gaan het anders doen. Flink stuk naar achter, flink stuk naar achter. Stoppen. Ja. Stop. Doen we maar even. Pionnetjes. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. Ja. En dan landen met spoed deze kant op. Waarom doet hij? Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 1, 6, Tango, Juliet, uniform 8, 5, 2. Stop eens even. Deze gast met het mogelijk gestolen voertuig. Die wordt ook nog... Ja, nee, wacht even. Wat voor jouw gegevens? Dank je. Thanks. Oké, het voertuig staat als gestolen op. Toch? Nogmaals één keer. Ja. Nee. Wacht even. Een verkeerde voertuig denk ik. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 1, 6, Tango, Juliet. Ja, oké. Het voertuig staat als gestolen. Dus dan ga jij maar even mee. You're under arrest, you piece of crap. Nee, jullie moeten erachter zijn. Daar ligt zeg maar iemand, snappen jullie? Op de snelweg. Transportje. Assistance needed on Palomino Freeway. En dit voertuig dan. Dat ook als hetzelfde meen ik. Oké, die fiets al leeft weer. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 2-0. Ah nee. X-ray, uniform 6-0. Mag uw weg volgen en snel een beetje. Alright, off you go. Hoi, jij hebt nog gezocht hè. Want jij hebt iets gedaan wat niet mag. Namelijk ja, fiets stelen op de snelweg fietsen en vervolgens stilstaan op de snelweg. Dus je gaat wel even met ons mee. You ain't never getting out of prison. Simpel. Ook voor hem een transportje alsjeblieft. Maar hij is nog free. Backup required on Palomino Freeway. Yeah.
goed. Hij heeft verder niks spannends bij zich. Wij gaan die pionnen lekker laten staan. En wij gaan deze kant op. En wij gaan hem even heel mooi dadelijk de snelweg afrijden. En dan ga ik alvast beginnen met jullie te bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer een lekker lange en leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Maar voor nu, geniet nog maar van de tweede kerstdag. En ja, tot binnenkort. Doei!